Ja, natuurlijk vis hier weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Een beetje een persoonlijke commentary. Voordat ik het daarover ga hebben, twee dingetjes. Eén, de gameplay. Gameplay is een ACR mob op Interchange. En het is alweer een paar maanden geleden, geloof ik, dat ik die gehaald heb. En het is echt van dat reserve gameplay, noem ik het maar. Van ja, als ik niks meer heb, dan upload ik dit dan maar. Nou, dat is dit dus. Het is een mob. Ik haal flawless 6 minuten. Dus niet zo snel. Komt ook door de tegenstanders. Dat is kwit hoor. En ik heb ook Erik bij me. En Erik is ook goed. Dus die kilt ook al die gasten voor me weg. Die snoept al die kills voor me weg. Dat wil ik helemaal niet. Nee, maar alle gekheid op stokje. In ieder geval een gameplaytje. Op de achtergrond dus een mobje. En geniet er lekker van. Als jullie het nog belangrijk vinden. Ten tweede wil ik zeggen. Voor de mensen die misschien niet altijd mijn video's bekijken. Nu toevallig wel. Ik heb een tweede kanaal. Fishplays en daar upload ik weer op. Weer wil ik zeggen van, nou ja, ik heb dat al 2 keer gedaan, zeg maar. Maar het is mijn derde poging, zeg maar, dat ik hem ga gebruiken. Wat ik upload is in ieder geval alles behalve Call of Duty. En dat betekent dus Gears of War, FIFA, GTA, andere games. Destiny upload ik daar trouwens op. En daar ben ik nu een paar dagen mee bezig. Dus als je dat nog eventjes wil abonneren, doe dat eventjes natuurlijk. En kijk natuurlijk vooral Gears of War. Want Gears of War is superleuk. Mensen vinden het niet helemaal leuk. Maar het is echt wel leuk. Je moet het even gewoon anders bekijken, zeg maar, een keertje. Dus kijk dat gewoon even. En nou, laat een comment achter in ieder geval. Daar natuurlijk altijd. En like eens achter. En link staat trouwens in de beschrijving. Waar ik vandaag met jullie over gaan hebben is wat ik heb onder mijn kin. En het werd een paar keer al gevraagd van bij een Q&A van Chris, wat heb je daar en zo. Ik dacht bij mezelf, nou weet je wat. Ik vind het toch wat persoonlijk en zo. Ik denk, ik ga er gewoon lekker een commentary aan besteden. Niet te lang het commentary, maar gewoon even duidelijk uitleggen wat ik daar heb. Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb er een brandwond. En ik ga hem even laten zien. Dat is dit, hè, namelijk. Zo. Ik hoop dat jullie hem goed kunnen laten zien. Ik zie het een beetje met vertraging op mijn OBS. Maar dat maakt niet uit. Hier. Dit is zeg maar mijn hele brandwond. Ook een beetje aan de zijkant nog hier. Zo zie je het, hè. Alles wat wit is, dat is zeg maar het brandwond. En wat er eigenlijk gebeurd is vroeger, ja, ik was vroeger, nou ja, nul natuurlijk, hè, als je geboren wordt. Maar in ieder geval, ik ben 1 jaar in het ziekenhuis geworden. Mijn ouders hadden toen de tijd een boot, nou, ze hebben trouwens nog steeds een boot, maar in ieder geval, toen de tijd was ik mee op de boot en zo. En waren wij op de Kaag, en dat zijn meren, zeg maar, ik weet niet of jullie kennen, maar even kijken. Ligt vlakbij Leiden of zo. Net boven Leiden, geloof ik. Uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, daar waren wij met de boot. En wat er gebeurde eigenlijk is. Nou, dat zijn natuurlijk wel meerdere scenario's. Want ik was natuurlijk heel jong. Hè. Ik weet dat, zeg maar. Zelf kan ik het niet meer herinneren. Maar, en mijn moeder, moet ik eerlijk zeggen, die is een beetje. Ja, die heeft toch wel naar een. Hoe moet ik het zeggen? Klinkt misschien stom, maar toch een soort van trauma aan overgehouden, natuurlijk. Want hè, dat is toch heftig als dat met je kind gebeurt, hè? Dat die verbrandt. Maar in ieder geval, wat er gebeurde. We zaten op de boot en, nou ja. Op een boot is natuurlijk heel erg krap, dat ten eerste. Dus je stoot heel gauw ergens tegenaan. Nou, ik zat natuurlijk in mijn kinderzitje op de boot. En ik stond bij de tafel en. Ja, er zat een kop hete bouillon voor mijn neus. En ja, dat is dus over me heen gegaan. En nou zou het gebeurd kunnen zijn dat ik door middel van bijvoorbeeld een boot langs gevaren heb. Hè, en die veroorzaakt natuurlijk golven. Daardoor gaat die boot heel erg bewegen. En ja, heb ik die soep over me heen gehad. Nou, wat ook gebeurd zou kunnen zijn, is dat mijn moeder op mijn vader of moeder, die hebben de tafel geraakt, zeg maar, hè, met een elleboog of met een lichaam in ieder geval. En daardoor is die bouillon over me heen gegaan. Dat zou ook nog gebeurd kunnen zijn. En wat derde scenario is, wat natuurlijk ook heel erg logisch is dat ik het zelf heb gedaan. Dat ik gewoon ja, dat ding vastgepakt heb, zeg maar, en dat over me heen getrokken heb. Want ja, kinderen die zitten natuurlijk als ze heel erg jong zijn nog gewoon heel veel aan alles te voelen natuurlijk. Hè? Van hé, wat is het, hè? Zijn eigenlijk een beetje natuurlijk de wereld aan het ontdekken. Nou, in ieder geval, dat zijn de 3 scenario's die er gebeurd kunnen zijn. Nou, in ieder geval, wat er gebeurd is toen, mijn moeder heeft me opgepakt in ieder geval, is de weg overgestoken, letterlijk, bij mensen aangebeld, dwars door die mensen heen gegaan en direct naar de douche gegaan en heb ik onder de douche, hebben ze me gekoeld. Nou, daarna ben ik meteen natuurlijk naar het ziekenhuis ben ik opgehaald, hè, met ambulance. En ja, hebben ze dus een plakje van mijn been. Dat zie je niet meer trouwens op mijn been. Maar in ieder geval aan de onderkant hebben ze een plakje been. Dat lijkt namelijk heel veel op dit. Het is zeg maar het soortzelfde huid. Hebben ze erop geplakt. En ja, heb ik een paar weken, volgens mij 4, 5 weken, heb ik in het ziekenhuis gelegen.
En herstellende daar geweest. Ja, en het litteken, dat blijft natuurlijk mijn hele leven houden. En nou ja, op zich is dat natuurlijk niet erg, weet je. Dat hoort gewoon bij mij. Ik moet wel voorstellen trouwens dat dit litteken, een litteken, dat is misschien wel goed om te weten. Als je als je een kind hebt met een litteken groeit niet mee. Dus mijn litteken is zeg maar net zo groot nu als wat hij vroeger was toen ik baby was. En vroeger had ik dus echt een brandwond van hier, zeg maar ongeveer, tot zeg maar net boven mijn borst, zeg maar. Hè? Net boven mijn borstkast. Mijn borst lijkt een heel wijf in. Maar in ieder geval hier zo ongeveer zo. En vroeger was dus zeg maar verhoudingsgewijs dat mijn litteken. En nu is het alleen nog maar ditte. En ja, eventueel zou ik het kunnen laten opereren. Want tegenwoordig hebben ze daar gewoon betere medische kennis voor natuurlijk. Hè? Want ze kunnen gewoon veel meer doen tegenwoordig. Maar ik heb zoiets van, ja weet je, het hoort bij me. Ja toch? Visie. Chris. Ja toch? Chris. En eigenlijk, heel veel mensen vallen het ook niet op, zelfs in eerste instantie. En misschien dat er ook heel veel mensen nu denken van, hé hey Chris, dat wat je nu vertelt, dat wordt eens gezien. Ja toch? Dat zou zomaar kunnen. En ik ben benieuwd of jullie zelf dingen hebben, zeg maar, die ook niet prettig zijn en zo. En als je dat wil achterlaten, mag je dat altijd achterlaten natuurlijk. En dit is eigenlijk meer mijn lelijke plek, zeg maar, op mijn lichaam. En moet ik zeggen, ik heb er gewoon vrede mee. En, niet dat ik er trots op ben of zo, maar ik heb er gewoon vrede mee, weet je. Waarom zou ik het laten opereren? Nee, niets voor mij. Nou, dankjewel voor het kijken in ieder geval. Ik hoop dat jullie wat meer weten. Tot de volgende keer. En bye bye.